100 jaar Bauhaus, een bijzondere voorstelling van het Zuidelijk Toneel over de achterkant van Tilburg. En in gesprek met directeur van Stichting Ateliers Tilburg, Alex van Zundert. Leuk dat je kijkt naar cultuur. Honderd jaar geleden werd in Duitsland de kunstopleiding Bauhaus opgericht, waar designstudenten op een revolutionaire manier werden opgeleid en er uiteindelijk zelfs sprake was van een nieuwe kunststroming. Ook in Tilburg wordt er stilgestaan bij het jubileum. Momenteel is in het Textielmuseum de tentoonstelling Bauhaus N te zien, over de invloed van deze stroming op het textielwerk. Het Bauhaus is een Duits opleidingsinstituut, een kunst- en vormgevingsopleiding, opgericht in 1919 in het Duitse Weimar door Walter Gropius, een architect. Ik ben de samensteller van de tentoonstelling, heb heel veel onderzoek gedaan, een boekje geschreven over het onderwerp. En daarnaast heeft het Textielmuseum een viertal archieven van ontwerpers die hun opleiding hebben gehad aan het Bauhaus in Dessau. Hè, want van Weimar verhuisde het naar Dessau in 1925-26... waar ze een modern complex betrokken, een modernistisch bouwwerk van staal en glas gebouwd door Gropius. En dat bijzondere archief heb ik onderzocht en ja, dat is de basis geweest van deze tentoonstelling. Nou, je moet je voorstellen, je zit in de 20e jaren. En er was eigenlijk tot dan toe waren de stoffen bijvoorbeeld heel zwaar, met allemaal afbeeldingen van bloemen en planten en naturalistische motieven, zware fluwelen stoffen die aan een wand hingen. En deze opleiding propageerde een samengaan van kunst en techniek en wilde veel meer voor de industrie mooie zaken gaan produceren, geschikt voor de industrie. Dus nieuwe materialen, maar ook abstracte patronen. En nu kijken we er eigenlijk niet meer zo van op. Want ja, je kan ze zo bij IKEA of waar dan ook kopen. Een mooie, moderne vormgeving. Maar toen sloeg het in als een bom. Het was de moderne vormgeving. En daar staat het Bauhaus aan de basis van. En wat wilt u na 100 jaar Bauhaus laten zien met deze tentoonstelling die u hebt samengesteld? Met deze tentoonstelling Bauhaus N willen we eigenlijk laten zien, niet alleen dat de moderne vormgeving in de jaren 20 zijn roots heeft, de moderne, luchtige vormgeving, abstracte patronen, mooie, luchtige en lichte materialen. Maar ook in deze tentoonstelling worden viertal vrouwen ten tonele gevoerd. Kijk, want als we het vaak over het Bauhaus hebben, dan hebben we het over de beroemde docenten als Paul Klee, Kandinsky, Gropius, Johannes Ite. Maar wie kent de Nederlandse vrouwennamen van de leerlingen die in Nederland terecht zijn gekomen? Een Kitty van der Meldekker, een Grete Neter, een Otti Berger en een Lisbeth Oestrartje. Ze hebben vier hedendaagse kunstenaars uitgenodigd om hier een mooie installatie of een groot werk te maken. Ze zijn aan het weven geslagen, ze hebben tapijten getuft en ze moesten zich wel laten inspireren door het erfgoed van de Bauhaus. Dus we hebben ze meegenomen in collectie, om te kijken in de collectie naar collectiestukken. We hebben ze laten zien wat men op het Bauhaus nou eigenlijk aan textiel maakte. En ja, en met dat in hun achterhoofd hebben ze heel nieuw werk gemaakt. Zoals bijvoorbeeld dat prachtige wandkleed waar we hier voor staan. Van Koen Tazelaar, die een soort humoristisch beeldverhaal heeft gemaakt over de geschiedenis van het Bauhaus van 1919 tot 1933. Zo zie je docent Johannes Ite afgebeeld. Hij propageerde een knoflookdieet om de geest te zuiveren. En je ziet hem dan ook als knoflookteentje met voetjes eronder afgebeeld.
Je duikt in een stukje geschiedenis. Het is een ontzettend leuke, vrolijke tentoonstelling met heldere kleuren. Het is ook de tijd van Mondriaan en het moderne. En ik denk als je nu een mooie stof koopt bij IKEA, dat je toch even leuk vindt van ja, waar zijn de roots daarvan onder andere te vinden. Dat er in Tilburg een bedrijfstak actief is waar we misschien liever niet over willen praten, is al langer bekend. Het vormde de inspiratie voor het Zuidelijk Toneel om er een voorstelling over te maken. In De Achterkant van Tilburg wordt stilgestaan bij de drugswereld en de daaruit voortkomende criminaliteit. We nemen een kijkje bij de repetities. De voorstelling gaat over criminaliteit. En in het bijzonder over het mechanisme achter criminaliteit. In de basis over vier mannen die tot elkaar veroordeeld zijn. Je zou het kunnen een broederschap kunnen noemen. Waar ze in vastzitten en waar ze niet aan kunnen ontkomen. We zijn eigenlijk op zoek naar de steeds verschuivende machtsverhoudingen tussen die mannen. De positie die je in een groep kunt hebben. De positie van de meeloper. De positie van degene die de leiding heeft of zijn rechterhand is. De verrader die deel uitmaakt van de groep of de potentiële verrader. Dat spel, dat is een heel belangrijk onderdeel van de voorstelling. Het stuk gaat over lokale criminaliteit, maar eigenlijk laten we zijn, we kruipen in het hoofd en het achterhoofd van een crimineel. Wat zijn de overwegingen, hoe denkt iemand, doorheen de verschillende generaties. Maar we bevragen ook het publiek over wat is de rol die je zelf daarbinnen inneemt. Is het zo dat de boven- en onderwereld toch op een bepaalde manier met elkaar verweven is? Ja, dat is sowieso wat wij eigenlijk in het stuk ook zeggen, is dat het gewoon door elkaar heen loopt. Want het zijn dezelfde mensen. Dus wij bekijken het eigenlijk iets meer vanuit het individu, vanuit de psychologie. En dan merk je ook van, zij moeten ook hun kinderen van school halen. Zij gaan ook naar de bakker. Dus in die zin loopt boven- en onderwereld heel erg door elkaar heen. Ik denk dat dat ook een stuk een geruststelling is voor mensen om het woord onderwereld te gebruiken, alsof dat dan iets is wat ver weg is. Maar eigenlijk is het gewoon het dagelijks leven waarin we elkaar ontmoeten en tegenkomen. Het gaat zowel over het feit dat de dingen dichtbij zijn, maar we zijn allemaal mensen. Misschien is dat hetgene wat ook belangrijk is. We zijn verbonden aan elkaar door het feit dat we allemaal mens zijn. En eigenlijk krijg je via deze voorstelling de kans om in het achterhoofd van een mens te kruipen die misschien anders denkt, die in een andere situatie opgroeit. Allerlei redenen. Het is heel complex waarom dat de ene kiest voor dit en de andere voor dat. Het is. De wijk speelt ook een hele grote rol in de voorstelling. De wijk waarin iedereen zich juist heel verbonden voelt met elkaar. Waarin mensen voor elkaar zorgen, bij elkaar naar binnen lopen. Heel hecht zijn als een familie eigenlijk. Ja, dat is aan de ene kant heel voelbaar in de voorstelling. Langs de andere kant is dat ook de duistere kant. Want in zo'n hechte gemeenschap, daar mag niemand elkaar verklikken. En daar moet op het juiste moment ook gezwegen worden. Daarmee ben je ook veroordeeld tot elkaar. En eenmaal met twee benen in het criminele circuit, wordt het steeds moeilijker om eruit te stappen. Dit project rond criminaliteit of rond goed en kwaad kadert in een groter project waarbij dat we 6 producties of 6 voorstellingen maken die allemaal te maken hebben met dat thema. Het is zo, het boek De Achterkant van Nederland is een aanleiding geweest, maar is niet de inspiratie. Het is een aanleiding geweest om te denken van dat is een goed thema om een voorstelling over te maken. Maar de twee schrijvers, Diederik Stapel en Anton Doutzenberg, hebben er echt een heel eigen universum van gemaakt. Wat belangrijk is, de wereld is complex. De samenleving is complex en die complexiteit, die proberen we te laten zien, maar proberen we vooral ook te laten ervaren. Ja, je krijgt natuurlijk, als het over criminaliteit gaat, dan gaat het natuurlijk ook al heel snel over allerlei stereotyperingen. De gangsters die we allemaal uit allerlei Hollywood en Netflix films kennen. Het is natuurlijk veel interessanter om de echte mens daarachter te zoeken. En enerzijds te spelen met die stereotyperingen, maar anderzijds daar ook die anderzijds ook te doorbreken.
Ateliers vormen voor veel kunstenaars het natuurlijk habitat. De heilige graal, the place to be. En de plek where the magic happens. Toch is het voor makers vaak lastig om een plekje te vinden om de creativiteit haar gang te laten gaan. Stichting Ateliers Tilburg helpt daarbij en zorgt er mede voor dat er genoeg broedplaatsen voor kunst en cultuur in de stad zijn. We spraken met directeur Alex van Zundert over hoe het ooit begon en waar het nog naartoe kan gaan. Hier is het begonnen in 2004 bij Carré. Hoe is Stichting Ateliers ooit ontstaan? Ja, dat is voortgekomen uit Stichting Carré. Stichting Carré was het oude Elisabeth ziekenhuis. En in 1982 is dat verhuisd naar de plek waar het nu zit. En daar hebben een aantal buurtbewoners zich in die zin ontfermd over het gebouw. En gezegd, nou, dat mag niet verloren gaan. En allerlei maatschappelijke organisaties in gehuisvest. Waaronder ook een aantal kunstenaars, maar ook een buurtraad, een buurtkrant, een verkeersadviesbureau enzovoort. En gaandeweg is het doorontwikkeld. En in 2002, 2003, in die koers, kwam de gemeente naar Stichting Carré en zei: jullie doen het goed. Willen jullie een soort atelierbeheerstichting voor de stad worden? Want we hebben hier met Fontys kunstvakopleidingen heel veel disciplines in huis. En nu gaan de mensen na afstuderen met de trein naar Rotterdam, Den Haag, Amsterdam of misschien zelfs wel Berlijn. En we willen ze graag vasthouden voor de stad. En toen is Stichting Ateliers opgericht. We zijn nu zoveel jaar verder en de notie is wel dat ateliervoorzieningen in de stad niet meer weg te denken zijn. Het is een voorziening om die kunstenaars en zeker de starters vast te houden en een betaalbare atelierruimte te bieden. Zou je het ook nog graag zien de Stichting Ateliers ook nog eens buiten Tilburg panden gaat zoeken? Dat speelt. We hebben een tijd terug een aanbod gehad van de pastorie in het dorp Moergestel. Prachtig gebouw. En daar zijn we ook in de bemiddeling gestapt van kunstenaars die in Moergestel wonen. En die is nu ook bezet met mensen die ook in Moergestel wonen en werken en dus in de pastorie nu een tijdelijk huisvesting hebben. Er zijn er nog panden in Tilburg, deze is van het Oosten. Daar zouden we wel echt graag in weer. Nou, dat is dan nummer 2 van mijn prioriteitenlijstje. Dat is het gerechtsgebouw. Dat zit daar op een driehoek van Theater Tilburg, Factorium en Fontys. In het hart van de stad. Monumentale gebouwen, onder architectuur gemaakt. Ja, dat is een prachtige plek om allerlei combinaties te maken van tentoonstellen, activiteiten, uitstraling naar die panden daar rondomheen. Ja, dat zou ik heel graag. Maar er zijn meer panden hoor, wat dat betreft die leegstaan. In Tilburg ontbreekt een centrum voor beeldende kunst. En 10 jaar geleden is de Tilburgse Kunststichting failliet gegaan. En toen zijn ook die centra voor beeldende kunst kopje ondergegaan. Een 7e stad van Nederland moet zo'n permanent centrum hebben. Waar je tentoon kunt stellen. We hebben veel te weinig. We hebben natuurlijk een fantastisch De Pont. En we hebben een fantastisch park op het Wilhelminapark. We hebben in de Noordstraat een voorziening. Kunstpodium T. En daarna is het stil. Galeries hebben het vreselijk moeilijk om de kop boven water te houden. En dat permanente centrum voor tentoonstellingen, maar ook voor begeleidende dingen van een lezing, van een presentatie, dat missen we. Dus inderdaad, stad van makers, dat is mooi en leuk en aardig, dat er plekken zijn om te maken. Maar het gemaakte moet ook getoond worden. Dus dat is deel 2, dat is eigenlijk onlosmakelijk verbonden, het moet getoond worden. Dus wat dat betreft willen we inderdaad ook meer plekken hebben, liefst in het centrum, bereikbaar, zichtbaar, om te tonen. Ik kom deels uit een educatieve familie. Mijn moeder was 36 jaar onderwijzeres. En mijn vader die was aannemer in de weg- en waterbouw. Ik heb sociologie gedaan, Nederlands, ik ben ook onderwijzer. En ik heb beleid gedaan bij TIAS op latere leeftijd. En met literatuur heb ik het meeste eigenlijk. En gaandeweg ben ik leren kijken naar al die disciplines.
En geprobeerd er wat zicht op te ontwikkelen. Maar in die hoek zit ik met name. En voor de rest is het interesse en bezoeken van musea en tentoonstellingen enzovoort. Hoe jij zo praat over de kunst, heb je ook echt een persoonlijke band met de aantal wel, mensen? Ja. Ja? Ja. Ik probeer wel een open mind te hebben als ik bij tentoonstellingen... Af en toe word ik gevraagd om een tentoonstelling te openen. En dan kijk ik rond en dan leer ik ook weer beter kijken naar wat mensen bedoelen. En vaak is het een kwestie van leren kijken ook. Hoor. We hebben, wat ik zeg, een hele breedte aan disciplines in huis. En de mate waarin ze erin slagen om naar buiten te komen en te laten zien wat er allemaal in die ateliers gebeurt, is me gaandeweg ook veel meer gaan boeien. Als die voorziening, die faciliteit op orde is van betaalbare huisvesting, is de volgende vraag, wat doen die mensen dan in die ruimtes? En hoe komen ze ertoe om inderdaad voor hun werk aandacht te vragen? Ik pretendeer niet dat ik verstand heb van kunst en cultuur. En wat is dan toch jouw favoriete kunstenaar of schrijver? Oh, nou, Ilja Leonard Pfeiffer heeft net weer een fantastisch boek afgescheiden. Over Europa en de ontwikkelingen binnen Europa. Dat is wel een favoriet. En door de bank genomen, als ik internationaal kijk, zijn het de verhalenvertellers. Dus je hebt de Latijns-Amerikanen, Marquez bijvoorbeeld, maar je hebt ook Singer en Saramago, echte verhalenvertellers. En dat boeit me het meeste. Maar mijn grondhouding is van dat ik altijd wel een positieve instelling heb naar die mensen die werk tonen. Er is met inzet gewerkt, er is hard gewerkt. En, ook al heb ik het niet helemaal in het snotje van wat er nou getoond wordt. Is het niet zo dat het op een gegeven moment verzadigd raakt, het aanbod qua panden? Nee. Kijk, ja, er is een spannende ontwikkeling. Want we willen niet, omdat we bijvoorbeeld maar beperkt huur kunnen betalen voor die panden, want de kunstenaars kunnen maar beperkt huur betalen, dat we naar de randen van de stad worden geduwd. We vinden het vreselijk belangrijk voor het zicht, voor de levendigheid in de stad, dat we ook in het centrum van de stad huisvesting hebben. En daar tel ik Carré bijvoorbeeld mee, want dat is op loopafstand natuurlijk van het centrum. Maar NS16 met name is echt zo'n hotspot in het centrum van de stad waar veel te doen is. Beste kunstenaar, ontwikkel ook de capaciteit om met je werk naar buiten te treden en anderen voor je werk te interesseren. En dat noemen wij dan de schatkamer. We hebben nou twee edities van die schatkamer gehad om mensen te laten zien wat er allemaal gebeurt. En dat is fantastisch. De cultuuragenda van 11 tot en met 17 juli. In de binnentuin van de Nieuwe Vorst kun je ook deze zomer weer genieten van verschillende films. Zo kun je op 11 juli kijken naar Hunt for the Wilder People. Een charmante komedie die zich afspeelt in de ongerepte natuur van Nieuw-Zeeland. Ook op het Witte Doek, maar compleet anders. Een vertoning van het concert van The Cure dat de band vorig jaar in het Hyde Park gaf ter ere van het 40-jarig bestaan. Alle classics komen voorbij tijdens deze vertoning die zowel bij Pathé Tilburg als bij Euroscoop te zien zal zijn. Toch liever live concerten zien? Dan kom je als hiphop-liefhebber helemaal aan je trekken tijdens Festival Wooha, dat net als vorig jaar neerstrijkt bij de Beekse Bergen. Behalve headliners als Travis Scott en Stormzy staan er nog veel andere artiesten op het programma. Dus neem zeker een kijkje, als je dat nog niet gedaan hebt. Is hip-hop toch niet helemaal jouw ding en doe je liever iets met het gezin? Dan staat Cirque Moustache voor je klaar op de Gerrit Hoeve in Oosterwijk. Voorafgaand aan de voorstelling kunnen de kinderen bij de kinderkaravaan meedoen aan verschillende workshops en spelletjes. Dat zit wel snor. Deze uitzending zit er alweer op. Maar natuurlijk kun je via de website, social media en het YouTube-kanaal van Omroep Tilburg gewoon op de hoogte blijven van het culturele nieuws uit de regio. En wil je nog eens iets terugkijken, dan kan dat natuurlijk ook. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.